Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van YouTube Praat. Vandaag gaan we het hebben over extra kanalen, in specifiek een tweede kanaal, maar dat kunnen zelfs een derde kanaal en een vierde kanaal zijn. In mijn geval, ik heb vijf kanalen en ik ben hier ook nog eens Town. dat is een redelijk apart. Ik ga eerst mijn kanalen doorlemmen. Serpent Gameplay, dan heb ik Serpent Game 2, Serpent Science, Serpent YOLO en Vliestrui. Allemaal verlies, trouwens, eigenlijk meer van jeur. Want ik heb nooit een video geüpload. Jeur doet het grotendeels die video's. Nou is het de vraag voor mensen. Ik krijg deze vraag namelijk best wel vaak. Rick, is het slim om een tweede kanaal te beginnen? En mijn antwoord is sowieso een definitieve ja. Dat is wel apart van iemand die vijf kanalen heeft. Waarom? Nou, voor mij is het sowieso een stukje veiligheid. Ik heb al eens gehoord van kanalen, denk aan dagelijks HD. Uh, de oude dagelijks AD die toen een kanaal in één kwijt waren en niet meer konden uploaden. Of, ik weet niet wat, precies wat er gebeurd was, dat is wel heel lang tijd geleden. Maar die konden, hadden in ieder geval flinke shit op hun kanaal. Zijn een nieuw kanaal begonnen. Dat is dan zo kut, want dan ga je van helemaal niks. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Want je kan niet even je kanaal video maken van hé hey jongens, stap over. Of dat gaat heel langzaam. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het gameportaal, is ongeveer hetzelfde gebeurd. Die, hebben een nieuw, die hadden eerst één gamekanaal. Toen overgaan naar het gameportaal. En als je dan één video maakt, weet je, als ik een video maak krijgt die 10.000 views. Weet je, als ik een video zou maken, ik heb een nieuw kanaal, 10.000 views. Maar ik heb 50.000 abonnees. Oftewel, als al die 10.000 mensen over zouden gaan op, het nieuwe, op mijn kanaal, als Serpent Gameplay ik, kapot is door copyright bijvoorbeeld. Heb ik opeens nog maar 10.000 abonnees. Is het zo van, hé, hey, 50.000, 10.000, fuck. Dus dat is eigenlijk een hele goede reden om een tweede kanaal te maken. Uh, mijn 50.000 abonnees kruipen heel langzaam een beetje naar het tweede kanaal. Stel dat nu in één keer boem serpent gameplay is hartstikke dood uh, door copyright bijvoorbeeld, of omdat je gehackt bent, kan ook gebeuren dat iemand je PC hackt, al je video's verwijdert, je kanaal verwijdert bijvoorbeeld. Wat heb je dan? Dan heb je een beetje zekerheid, dan heb je een vangnet, dan heb je alvast een deel van je abonnees die nog weten dat je bestaat en naar jouw video's kijken. Dat is voor mij al een hele goede reden om een tweede kanaal te hebben. Ook al doe je er niks op, maak gewoon een tweede kanaal, zet hem even in je subbox en zeg gewoon dit is een klein vangnet. Mocht er ooit wat gebeuren met mijn daadwerkelijke eigen kanaal, heb ik altijd nog hier een plek waar ik meteen weer verder kan met video's uploaden. Dat is sowieso belangrijk. En de andere uh, reden om een extra kanaal te maken is natuurlijk je content scheiden. Ik maak game video's en op mijn eigen kanaal wil ik gewoon vooral video's van tussen de 15 en 20 minuten maken. Zelfs soms 30, tussen de 15 en 30 minuten. Maar ik heb bijvoorbeeld, dat is de originele reden van Serpent Game 2, een livestream bijvoorbeeld. Nou, denk ik, leuk, een livestream Als ik een hele goede livestream heb, uh, die ik echt heel leuk vind, dan upload ik hem op Serpent Game 2. Kunnen mensen hem terugkijken, superleuk. Uh, maar denk ook aan dingen, ik upload in het begin van Serpent Game 2 vaak kleine stukjes. Dat had ik bijvoorbeeld een hele leuke aflevering. Van The Last of Us. The Last of Us krijgt op mijn kanaal maar namelijk niet zo heel veel views. Dat is natuurlijk geen probleem. Maar als er wel een stukje is wat ik echt hilarisch vind. Ik denk van: wow, dit moet de hele wereld zien. Upload ik op Serpent Gameplay. Ik krijg dat kleine stukje, dat kleine grapje. Ik krijg het 5000 views. Want mensen zien, hé, hey, een video van 30 seconden. Die kijk ik wel even. Terwijl ze de hele video blijkbaar niet willen kijken. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een reden. Je content scheiden. Voor mij is Serpent game 2 een beetje een dumphoek van: hé, hey, ik gooi het niet op Serpent Gameplay. Dus dan gooi ik het op Serpent Game 2. En ja, dat is ook best wel handig, ik, vooral shorties dus en livestreams. Um, dus ja, ik kan sowieso een tweede kanaal aanbevelen voor dat deel al. Dan heb ik ook nog dingen zoals Serpent Science. Dat is dan wat ik dus heel graag wetenschapsvideo's wil maken. Maar die wil je niet op Serpent Gameplay gaan doen. Het kanaal heet Serpent Gameplay. Oftewel, je verwacht gameplays. En misschien een vlogje, want dat is ondertussen ook hartstikke geaccepteerd in de gaming community. Maar het is een beetje raar als ik dan volledige video's over scheikunde ga uploaden. En als mensen ook daadwerkelijk scheikunde video's zoeken... Komen ze niet bij Serpent Gameplay? Ik is gewoon in scheikunde, bijvoorbeeld, weet je wel. Dus daarom heb ik daar een apart kanaal voor gemaakt. Vliestrui is weer een heel ander verhaal. Vliestrui is, nou niet echt mijn voiceover kanaal, het is meer van Jur, maar ik werk eraan mee. We moeten het sowieso in de vakanties weer op gaan pakken. Vliestrui is voiceovers. Voiceovers ligt heel anders. Voiceovers zijn gewoon daadwerkelijk stukjes van films afgepakt, geluid eraf getrokken, uh, afgetrokken, en dan je eigen stem eronder gooien en wat grapjes maken. En dat ligt heel anders, want vooral dat materiaal is gigantisch copyright gevoelig. Vooral als je een kanaal hebt wat partner is. Als je partner bent kun je dus geld verdienen met je video's. Op het moment dat ik geld verdien over een video met een stukje van Breaking Bad waar ik zelf de stem in spreek, dan komt Breaking Bad naar me toe met drie middelvingers. Ja, ik weet niet waar die derde vandaan komt, maar dan ik... Oh, fuck jou! En dan is je de kanaal weg. Pats. Helemaal uit elkaar. Dus de reden waarom ik een, uh, een kanaal daarvoor heb is eigenlijk puur uh, omdat ik niet van mijn eigen YouTube kanaal afgeknikkerd wil worden. En wat ik even duidelijk wil hebben, namelijk voor mijn kijkers, omdat ik deze video ook een beetje maak. Mijn tweede, al mijn extra kanalen, alle vier, zijn bijzaken. D er zit geen vast uploadschema aan. Serpent Gameplay is mijn, mijn grote hobby. Maar soms heb ik gewoon opeens zoiets van, hé, hey, ik wil graag Mario Sunshine doen. Maar fuck, ik heb Mario Sunshine al drie keer gespeeld op mijn eigen kanaal. Weet je wat, dan doe ik hem toch lekker in het Engels. En dan ga ik eventjes naar Serpent Yolo toe en flikker ik het daar. Uh, misschien heb ik zo meteen opeens zin om iets uit te leggen over scheikunde. Ik ben een beetje bezig momenteel met reageerbuisjes halen en zo. Ga ik wat, ga ik wat uitlegvideos daar maken voor de mensen die het interesseert? Dus het is heel erg goed om je content te scheiden. Aangezien ik niet uh, mijn hele abonnement Ik kan ook wel gewoon vijf video's per dag uploaden op mijn eigen kanaal, ook in het Engels. Ze wordt gewoon één grote tering zo en dan weet je niet meer wat je kan verwachten. Weten ze dus in ieder geval, uh, mijn tweede kanaal, Engelse kanaal, VoiceOver kanaal. En wetenschapskanaal zijn echt beide dingen. Er zitten geen vaste uploadtijden aan. Als ik zin heb om daar wat te uploaden, upload daar wat op. Dus het is ook niet raar. Van, oh, je hebt daar al drie maanden niet geüpload. Dan had ik of gewoon geen tijd of geen zin of de spullen niet daarvoor. Begrijp dat? Ik zou het heel tof vinden als je erop abonneert. Maar ik ga ook zeker niks afdwingen. Het zijn gewoon kleine speeltjes: het zijn echt geen, geen geheime plannen om miljoenen te verdienen of zo. met mijn Engelse kanaal. Wat heel veel mensen dachten. Ik bedoel, als je kijkt naar mijn Engelse kanaal, dan wordt misschien honderd keer per dag bekeken, maar ik vind het toch leuk. Dat daadwerkelijk mensen uit Amerika mijn Engelse video's kijken. Dat vind ik het leukste. Ik zie dan in de demografie zie ik gewoon 10% Amerikaanse kijkers. En dan krijg ik echt comments van: hé, hey, ik kom uit Amerika en ik vind jouw hip videos leuk. Dat is een heel ander projectje van mij, snap je? En ik raad je ook zeker aan als je hele andere video's maakt. Uh, als je bijvoorbeeld prankcalls doet. Een prankcall-kanaal bestaat bijna niet in Nederland. Als je daar een, ka een apart kanaaltje voor maakt, dan staat dat beter aan als dat je prankcalls doet op je game-kanaal, lijkt mij. Dus content scheiden is ook best wel belangrijk op YouTube, aangezien. Prankcall, mensen die prankcall video's kijken, hoeven niet per se gamers te zijn. Dus dat gaat best irriteren als je op je gameplay kanaal prankcalls doet. Ik zit opeens te denken van fuck, ik moet prankcalls gaan doen op Vliestrui. Want prankcalls zijn leuk en dan komt er ook nog wat online op Freeestrui. Ik weet niet eens de inloggegevens van Vliestrui. Leuke confession. Maar ja, in ieder geval belangrijk: schijt je content en heb een vangnet. Uh, dat is heel belangrijk. En het is ook wel handig om die kanalen te, te promoten. Ik heb dan zelf gewoon linkjes in mijn beschrijving van Serpent Gameplay. En van alle, alle kanalen naar elkaar. Het is een beetje een spinnenweb waar alles met elkaar verbonden is. En zo probeer je je abonnees een beetje alle kanten op te knikkeren. Maar bijvoorbeeld Serpent Science. Ik kan dat niet dwingen als jij scheikunde niet interessant vindt. Is het niks voor jou? Ik ga binnenkort over een paar dagen ga ik naar de UvA Universiteit van Amsterdam. En dan moet ik een dag lang kijken. Scheikunde? Twee dagen leren en dan een examen. En dan krijg ik een advies. Het lijkt mij wel leuk om daarover te gaan vloggen. Bijvoorbeeld hoe dat is. Uh, je matching heet dat dan. En als ik eenmaal mijn studie kunnen doen, wil ik ook zeg maar, op mijn scheikunde kanaal. Een vlog doen. Dus hoe het gaat bij mijn scheikunde studie op zich. Dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat ik wil zeggen over tweede kanalen. Scheid je content en gebruik het als vangnet. En uh, doe, er, doe er in ieder geval mee dat het anders is. Als je gewoon. Als ik Serpent Game 2 gewoon ook een serie zou doen van eenzelfde game. Heeft het geen zin? Dan kan ik net zo goed op Serpent Gameplay gooien. Zorg er wel voor dat het voor je kijkers ook duidelijke verschillen zijn. En ik ben blij dat ik nu voor mijn kijkers duidelijk kan zeggen: verwacht niet te veel van die tweede kanaal, van die Van extra kanalen. Als je geïnteresseerd bent in een van die dingen, abonneer erop. En je ziet vanzelf de content wel verschijnen. Of je ziet me over tweeten. Dus je hoeft niet te vragen, Rick, wanneer komt de nieuwe vliestrui? Ik heb zelf momenteel nog geen idee. Als er een nieuwe vliestrui in de maak is, zet ik het zeker op mijn Twitter. Uh, dat was het eigenlijk wel ik te zeggen had. Volg me ook even op Instagram. En op. Twitter, want dat is leuk. En, ah, 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 ah. Bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk had je dat iets aan persoon met de kanaal. Uh, laat zeker even een suggestie achter voor andere onderwerpen. Ik wil sowieso wat gaan doen over hoe je als YouTuber broodjes op de plank kan krijgen. En dan heb ik dus over YouTube zelf. Maar ook denk aan andere zaken. Oeh, dus hoe, hoe dat gaat. Zeg maar je volledige verdien, verdienmodel als YouTuber. En um, ik er meer over hebben. Oh ja, ik wil nog iets gaan hebben over gastrollen. Want momenteel... Zijn gassel, doe natuurlijk helemaal dood. Eerst kon je nog Gassol doen op Dag D en DDG. En uh, voor mij heb ik het Gameport daar open. Maar dat is allemaal weg. Opeens zijn Gassol niet meer hip in Nederland. En wat moet je dan als kanaal? Dat wil ik ook een, wil ik ook een, uh, een uh, youtube over houden. Hopelijk vonden jullie dit informatief in ieder geval. Ik heb mijn best gedaan. En meer dan je best kan je niet doen. Bedankt voor deze aflevering. Tot zometeen. Want dan ik een UberDagon Watch Dogs video. Kijk zeker mijn andere YouTube- als je dit interessant vindt. Bedankt voor deze aflevering. Doei!